Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 8 vanochtend kunnen we zien dat het hele land onbewolkt weer heeft. De zon schijnt dus volop en daarbij gaat de temperatuur snel oplopen. Zo halverwege de ochtend is het al 21 tot plaatselijk 25 graden. En vanmiddag wordt het uiteindelijk 28 graden in het noorden en 30 tot plaatselijk 32 graden in het midden en zuiden van het land. De waarden zwakken tot matige zuidoostenwind en die kan wat vlagerig zijn. Aan het einde van de middag zien we wat hoge bewolking vanuit het zuiden binnenkomen. En dan in de avond zou er in het zuidwesten een enkele onweersbui het land in kunnen trekken. En ook komende nacht trekt er mogelijk een enkele bui met onweer over het land. Morgenochtend trekt die bui dan weer weg, dan is het droog. Hebben we perioden met zon. In de middag kan in het oosten en zuidoosten weer een onweersbui ontstaan. Met een westelijke wind stroomt wat koelere lucht binnen. Het wordt 23 tot in Limburg nog lokaal 30 graden. Op maandag draait de wind eventjes naar het zuiden en het stroomt weer wat warmere lucht in. Het wordt dan 26 tot plaatselijk 32 graden, maar aan het einde van de dag volgen de onweersbuien. Op dinsdag ook nog een bui, woensdag droog en lagere temperaturen. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.